Ik heb supergoed nieuws! Het is officieel, de locatie voor het Golden Light Event is vastgelegd. Het wordt zo tof, want 22 september gaan we met maximaal 30 man een zeer unieke ervaring hebben. Ik ga jullie namelijk in die dag volledig in contact brengen met je echte zelf, je ziel. En ik ga je tot in de kern verbinden en in alignment brengen met het universum. Je gaat staan. En die drempel waar je iedere keer tegenaan loopt te boksen, dat je iedere keer weer in je oude patronen valt en dat je... Dat gaan we doorbreken. Jij gaat zo'n fucking grote stap zetten die dag, dat het gewoon belachelijk is. Dat gaan we die dag creëren. En voor mij het leuke is dat de locatie van het Golden Light Event voor mij ook een hele persoonlijke betekenis heeft. Dus namelijk een plek in Nederland waar ik me ontzettend thuis voel. En dat is op de Veluwe en bij de Utrechtse Heuvelrug. En het is ook niet voor niks dat ik daar, toen ik wist dat dit mijn missie was, en toen ik eindelijk met name de vrijheid kreeg om hierin te gaan leren, gestudeerd heb. Ik heb namelijk een life coaching opleiding gedaan. Dat is een van de eerste dingen als echte HBO opleiding. Daarvoor heb ik al heel veel cursussen en workshops gedaan. Maar dat was de echte opleiding waarvan ik zei van oké, die moet ik gedaan hebben om gewoon goed gedegen een goede gesprekken te kunnen hebben met de mensen die ik help. En het is ook precies op die plek in mijn oude school waar het Golden Light Event gaat plaatsvinden. En het is ook precies in mijn favoriete zaal van mijn school waar het Golden Light gaat plaatsvinden. En het is ook precies op mijn plekje waar wij naartoe gaan. En dit maakt het voor mij ook een super persoonlijk iets. Want het is ook dat ik jullie een stukje in mijn leven mag meenemen die dag. Want ik kan dan ook letterlijk laten zien waar ik echt ook mijn grote stappen heb gezet. Dus dat vind ik zo tof. En ik kijk er nu al zo naar uit, ook al is het nog zo ver weg en ik baal daar ergens gewoon van. Dus jullie kunnen ook verwachten dat jullie binnenkort je al aan kunnen melden voor het Golden Light Event. Maar dit kan pas vanaf eind mei. Waarom? Omdat ik eerst nog een ander fucking gave dag ga geven. Namelijk het edelstenen workshop in de edelstenen groothandel in Duiven. En die is 18 mei, dus ik ga jullie niet eerder laten inschrijven omdat die workshop geweest is. Want daar ligt nu heerlijk al mijn focus en heb ik zo'n zin in om jullie ook te laten ervaren dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen. En dat er ook gewoon super effectieve hulpmiddelen zijn om jezelf te helpen tijdens je spirituele reis. En überhaupt je persoonlijke ontwikkeling. Dus daar gaan jullie me ook nog veel meer over horen. Maar ik kon dit natuurlijk niet achterhouden. Dat moest ik gewoon even met jullie delen. Ik ga nu op weg naar mijn zwager en naar mijn schoonzusje. Ik ga daar lekker eten en daar heb ik heel veel zin in. Dus dat ga ik nu doen. En natuurlijk zal ik daar nog even iets met jullie over delen. Maar nu ga ik eerst lekker ontspannen. Er wordt lekker voor me gekookt, er wordt lekker voor me gezorgd. Hallo lieve iedereen, ik wilde nog een heel leuk inzicht met jullie delen wat ik zojuist gehad heb. Wat jullie misschien niet van mij weten is dat ik eigenlijk heel erg gek ben op reclame. En dat heeft ook een reden. Ik hou heel erg van het analyseren van dingen. En ik hou ook heel erg van het leren van dingen. Dus als ik een reclame krijg van een cursus of op Facebook krijg ik het heel veel van een webinar, dan vind ik dat eigenlijk stiekem wel heel erg tof. Ook hoeft dat niet altijd de perfecte aansluiting bij mij te zijn of... misschien haal ik wel helemaal niks uit. Toch probeer ik altijd van alles te leren, zodat ik zelf nog beter word in wat ik doe. En zodat ik jullie ook nog meer mee kan geven op een manier die beter aansluit. En ik word op het moment getarget door een Amerikaan. Self-made millionaire. En het verhaal, ja, dat krijgt een beetje, hoe noem je dat? Het scamgehalte. Grote getallen. Grote beloftes. En allemaal dat soort dingen. Dus ik heb daar nog niet zoveel behoefte aan om daar mee te doen. Ook al heb ik het vermoeden dat het stiekem wel heel waardevol is, maar dat de tekst gewoon mij niet raakt.
En ik las dat stuk wat erbij stond. Ik denk, hoe heb jij het geschreven? Hoe staat dit erin? Hoe, weet je, wat zeg je nou eigenlijk buiten die grote getallen? En een van de zinnen die hij benoemde was het stukje aanspreken op wie ben je? En wij natuurlijk in de westerse wereld heel erg veel roepen, word wie je bent. Blijf jezelf. En in de wat oudere generaties hoor je zelfs van, ja, niet veranderen, niet te moeilijk doen. Houd maar simpel. En weet je wel, niet gaan ontwikkelen, dat weerstandje. Dat werd ook aangesproken. En ja, daar heb je wel een heel goed punt. En zijn vraag was eigenlijk van, ja, wie je bent staat helemaal niet vast. Je kunt altijd veranderen. En toen schreef hij ook over hoe hij veranderde van een klein verlegen jongetje naar een of andere grote zakenman. En dat je dus moet kijken naar wat je wilt en daar de persoon voor worden die dat aantrekt. Waarbij dat past, jouw doel. En dat vond ik wel een leuk discussiepunt wat er toen in mezelf opkwam. Ik denk, ja, heb jij jezelf nou veranderd in een nieuw iemand zoals je zelf schrijft? Of, wat ik denk, ben je eigenlijk nu eindelijk jezelf geworden? En was deze sterke zaakman, die sterke leider, die leider, die docent ook zelfs, zat dat eigenlijk altijd al lang in je en heeft dat er altijd al gezeten? En omdat jij nu denkt dat jij jezelf kunt veranderen, ben je daarbij eindelijk door naar je kern gekomen? Heb je eindelijk daardoor alles losgelaten? Ik zeg van, ja, wie ik ben staat toch niet vast, dus laat ik gewoon veranderen in wie ik wil zijn. En dan kom ik altijd op mijn punt terug. Wie je wil zijn ligt ontzettend dichtbij en is misschien zelfs hetzelfde, of waarschijnlijk zelfs hetzelfde als degene die jij werkelijk van binnen bent. Dus dat vond ik een heel leuk discussiepunt. En eigenlijk heb ik hem ook nu al een conclusie uitgetrokken ondertussen in dit vlogje. Dus ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Denk eens even over na. Verander je jezelf om een nieuw iemand te worden als je aan jezelf werkt? Of werk je juist aan jezelf en laat je dingen los die er stiekem voor zorgen dat je juist jezelf wordt? Een hele interessante vind ik zelf. Dus daar ga ik nog eens even verder over filosoferen vandaag. Terwijl ik ook weer superleuke sessies op de planning heb staan. Dus ik hou jullie op de hoogte en ik spreek jullie snel weer. Hallo allemaal, welkom op mijn korte break hier op het strand in Oostvoorde. We zijn even lekker aan het wandelen, even lekker genieten van de zee. Voetjes in het water, alles van je af laten spoelen. En dan ga ik vanmiddag weer lekker doorknallen. Ik zie jullie waarschijnlijk morgen weer met de weekreading. Dus ik wens jullie voor nu nog een heel fijn weekend toe. En tot morgen!